Draag nooit een wapen, want wapenbezit kent alleen verliezers. Dat is de hoofdboodschap van de campagne die de gemeente Vlaardingen, Minders Jongerenwerk en de politie maandag lanceerden. Een campagne tegen wapenbezit die vooral op scholen zal plaatsvinden. Ja, wat ik verwacht, dat is dat op school en in het jongerenwerk, bij de politie en in contact met verenigingen, dat veel meer gesproken wordt over dat het echt slecht is en niet normaal is om een wapen mee te nemen als jongeren in Vlaardingen. Het helpt je niet om veiliger te zijn, want je wordt er eigenlijk onveiliger door. Er gebeuren heel veel ongelukken daarmee, waardoor levens verpest worden. Zowel mensen die gestoken worden als mensen die gestoken hebben. Dat het stoer is. Nou, daar moeten we ook mee ophouden. Het is natuurlijk helemaal niet stoer. Het is veel stoerder om juist zonder wapen op pad te gaan en vrienden te vragen om te helpen in plaats van wapens. Dat willen we vertellen. Hoe ernstig is het op dit moment in Vlaardingen? Nou, in Vlaardingen is dit tientallen keren per jaar nodig dat politie of jongerenwerk in moet grijpen met dat jongeren wapens bij zich hebben. Omdat ze naar school gaan, omdat ze naar de vereniging gaan of uitgaan en denken dat het veiliger is of dat het stoer is. Daar gebeuren ook te veel incidenten mee met hele ernstige afloop. Toen ik jonger was, liep ik zelf met wapens. Ik zat ook in een, ik kan het een jeugdbende noemen. Dus steekpartijtjes meegemaakt, jongens verloren. Dus dat eigenlijk. En daardoor ben ik benaderd gewoon als ervaringsdeskundige. Om even te praten met de jongeren, over de jongeren. Ja. Hoe merk jij dat het nu gaat in Vlaardingen? Heb je het idee dat het hier slecht gaat met het wapengeweld? Als ik moet kijken naar de cijfers en als ik moet luisteren naar de verhalen, dan gaat het wel wat slechter. Omdat er nu meer wordt gepreventief gefouilleerd, maar er worden wel meer wapens gevonden ook. Nou, als dat alleen al nu tientallen keren zo op straat betrapt wordt, dan is het probleem van dat jongeren het bij zich hebben nog veel groter. En dat zeggen ouders en scholen ook. Het begint normaal te worden. En daar willen we een halt aan toeroepen. Wat denk jij dat er nodig is om de jongeren te helpen om minder vaak met een mes op zak op stap te gaan? Ik denk dat het vanuit huis ook veel moet gebeuren. Dat de jongeren niet alle vrijheid moeten krijgen. Want ik vind nu dat ze toch wel een beetje te veel vrijheid krijgen. En ja, dat er niet zo goed op ze wordt gelet. Buurthuizen, zodat je weer onder de jongeren bent. Ze meer gaat begrijpen dat hun ook gewoon dat band. Weet je, dat als jij jongeren kent en je hebt een goede band met ze, dan heb jij meer effect op hen. Kan je ze meer, ja, meer met ze praten, meer dingen laten begrijpen, noem het maar op.